4, 3, 2, 1. Je bent live. Goedemorgen iedereen. Welkom met in mijn toekomst. Ik zie niet dat ik er live ben, Naomi. Goedemorgen iedereen. Ik ga gewoon door. Je bent live hoor, Maureen. Je ziet alleen jezelf niet. Oké. Goedemorgen iedereen, welkom bij mijn toekomst. Ik heb vandaag het thema voel de kracht van de engelen en de paranormaal, Chris. Ga lekker met me meekijken. Ik zie dat al wat mensen op Facebook staan. Ik ben Maureen, ik ben geboren in Bandung. Ik heb natuurlijk ook mijn paranormale kennis meegekregen van mijn ouders in mijn DNA. Daardoor ben ik ook doorgegaan voor medium. En ook natuurlijk bij Dit Mijn Toekomst ben ik werkzaam al jaren en nu live te zien. Dus ik zou zeggen, geniet ermee, ga het delen met andere mensen. Hoe meer mensen we kunnen delen, hoe meer mensen op de platform van Dit Mijn Toekomst kunnen bereiken. En natuurlijk ook voor mijn lieve collega's op optie 1. Ik zie ze nu even niet, maar zijn er wel. Bel dan 0909-8070 optie 4 van mij. Dan komt hij bij mij live in de uitzending als je dat wil. En straks op optie 1, op, net zoals mijn collega, op mijn box nummer 235. Ja, ik zie dat al wat mensen zijn. Dankjewel lieve mensen dat jullie er al zijn. En wees welkom en kijk en luister mee. En het thema voel de kracht van de engelen en mijn paranormaal Chris Divasa. Divasa is een heel mooie Chris, dat zal ik zo dadelijk laten zien. We gaan eventjes ertussendoor even eerst de engelen bespreken en dan de Chris, waar ik ook altijd met werk met de engelen. En natuurlijk ook de kracht van het paranormale. Nou, wees welkom. Natuurlijk ook mensen op YouTube en internet, van harte welkom en kijk mee en luister mee. En natuurlijk op de screen van Facebook, van Dit Mijn Toekomst, ook al wat mensen aanwezig. Er staat al een heleboel mensen te kijken. Dus ik ga even kijken wie er allemaal zijn. Goedemorgen José Stokhorst. Goedemorgen Jacob. Hey Dwayne. En de koffie-inkijkers. Goedemorgen allemaal. Hey Marielle. Nou, we gaan van start. Ja. De engelen. Ja, heb de moed om te vragen aan je engelen. Waar je naar verlangt, bijvoorbeeld de liefde, de warmte en je kracht als je die eventjes niet meer voelt. Verwelkom de engelen door anders even stil te zijn. Stil te zijn en even naar je toe trekken in de meditatie. Dan kan je heel stil zijn. Als je niet kan mediteren, doe dan even stil zijn. Brand een kaarsje. Ik heb hier ook nog wat staan, dat is zeleniet steen met de kaarsje erin. En die maakt ook contact voor je kracht en je moed en de engelen. Daarnaast heb ik hier nog de touwenwierook. Want touwenwierook is super gezond, beter dan de stokjes. En ook het is van touw gemaakt. En ja, het is gewoon veel gezonder dan de stokjes. Ja, hey Maria José, goedemorgen. Dus ga eerst verwelkom je engel, zoals Michael, Gabriel, Nuriel. Ga kijken wie er ook bij jou past. En ga kijken en opzoeken, wat doen de engelen allemaal? Ja, verwelkom de engelen door anders stil te zijn. Je ziet ze misschien niet, maar ze beschermen je wel in jouw buurt. Ze zijn er altijd, maar jij moet het vragen. Heb de moed om ze te vragen. Gewoon net als je met mij praat, praat je ook met de engelen. En je beschermengel is altijd in de buurt. Je kunt altijd om hulp vragen. Ik heb even wat dingetjes opgeschreven gisteravond. Het antwoord komt altijd op een verwachte moment. Op een verwachte moment en manier. En dan denk je, hé, ik heb dat gevraagd. Ik kom er altijd achter als ze bezig zijn met jou. En altijd op het juiste moment. Ik wil jullie alvast een oefening meegeven om te oefenen
voor je liefde te voelen. Beschrijf de namen van 5 tot 7 belangrijkste personen op in jouw leven. Dus als je 5 of 7 mensen hebt die voor jou belangrijk zijn, schrijf die namen dan op. Schrijf achter elke naam de relatie die je met die persoon hebt. Bijvoorbeeld je moeder, je vriendin, je papa, je kind, enzovoort, enzovoort. Opa's en oma's. Vraag ze daar ook, namelijk ook, de elke naam, de relatie, wat je dan hebt. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik zet gewoon mijn eigen neer, Maureen. Ik ben natuurlijk, hè? Dus de naam, ik zeg zo, mijn dochter noemen, Denise. Wat is de relatie met mij en mijn dochter? En dan schrijf nu naar elke naam op de persoon wat het voor jou betekent. Wat betekent Denise voor mij? Heel veel, want het is mijn dochter. Weet je wel? Dus veel liefde en kracht, dat is mijn dochter. En wat wil je dan ook voor haar wensen? Stel jezelf die vraag of die liefde voor deze persoon voelt, voorwaardelijk en onvoorwaardelijk is. Schrijf bij de namen die kan rekenen op jouw onvoorwaardelijke liefde, hoe jij de liefde aan hun laat blijken. Probeer dat goed met je hart te voelen. Ja. En natuurlijk zeg ik altijd weer, ga voelen met je hart. En weet je, het is goed om eerst de liefde naar jezelf te trekken en dan met anderen te delen. Want als jij weet wat de liefde hier in jouw hart voor jou is, dan kan je het ook delen. En weet ook dat je die uitstraling krijgt. Want als je liefde andere mensen geeft, dan krijg je ook de uitstraling. Het is gewoon belangrijk dat je dat doet en deelt. Ik heb het ook al met veel mensen gedeeld op Facebook. En ook op de Messenger. En ik heb een beetje iedereen wakker gemaakt. Wat is nog vroeg? Het is bij 9 en de zon komt alweer op. Dus deze mooie woensdagmiddag. Straks is de dag, woensdag. Ja, 10-1-2024. Morgen ook de Engelpoort open natuurlijk. 1-11. Ja. Dus ja, ga het delen. En ga ook die liefde naar anderen toe zenden. Ik ga zodat nog deze oefening nog een keer met jullie doen. Want er komen steeds weer nieuwe mensen bij, zie ik. En die hebben dat toen nog niet gehoord. Waar wil je staan? Waar wil jij staan in het leven? Waar wil je staan? Als jij iemand helpt, net zoals ik, heb geen medelijden, maar ga voelen. Doe het met meegedogen. En doe het met je hart. Als je mee gaat lijden met de persoon, dan leid je mee. Dan ga je zelf erin zitten. Nee, je moet sterk staan en ook meegedogen hebben. En ga iemand pijn ook niet dragen. De pijn van je moeder of je vader of iemand anders forever, je vriendin of vrienden, ga die niet dragen. Dat is een stukje van hun. Maar ga hun gewoon helpen door te luisteren. En als je denkt van oké, ik moet dit zeggen, zeg het dan ook. Als je bijvoorbeeld iemand tegen je op krijgt die net een vriend heeft verloren en die naar jou toe komt van het is me allerbeste vriend en ook de enige vriend in mijn leven die ik nog heb. Hoe moeilijk heeft die persoon dan? Want die begint dan te huilen. Maar als je medelijden hebt, leid je gewoon mee. Nee, je moet wel sterk in je schoenen staan en je moet de kracht vragen aan die engelen. Daar zijn ze voor. Engelen geven jou kracht en liefde. En natuurlijk heb ik ook mijn Chrissen. Daar werk ik ook mee. Hey Chantal, goedemorgen. Weet je, en dan dus niet de pijn gaan voelen en dragen van je moeder, van je vader of je zusjes, of weet ik allemaal meer. Laat zij tegen iemand tegen mij van, dus mijn lerares, ja, jij draagt de pijn nog feest van je moeder. Ik denk, ja, en dan ga je in die cirkel zitten. Door het te dragen, ga je die leven ook leiden. En die heeft heel veel pijn gehad in haar leven. Ze is er niet meer. Is toch boven nou. Dus denk ik, ja, ik voel het. Nee maar één. Nee, niet doen. Want dat is geweest. Dat waren haar pijnen en niet die van mij. Dus ga niet de pijnen van anderen dragen.
Ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen begrijpen. En ja, je hebt je eigen leven. Breek die cirkel af van diegene waar je mee zit. Ga niet ziek van worden. Want dan slaat het op je lichaam. Weet je, als je heel veel stress hebt en daarmee gaat werken ook, dan ga je dat meedragen, ook de pijnen van andere mensen, slaat het op je lichaam, dan word je ziek. Niet doen. Vraag om hulp aan de engelen. En ga die kracht ook doen. Ga in het licht staan met de engelen en vraag hulp. En daar zijn ze ook voor. Kijk, ik heb altijd ook een Chris. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem. Dit is die fase. Het is een Chris die paranormaal is. Hij praat gewoon met mij. En als ik wat heb of dat ik mijn pijntjes heb, dan praat ik ook met de Christen en de engelen. En die Vasa is natuurlijk een paranormaal Christ. Hij is supermooi. Ik ga hem eventjes bij de dingen laten. Kunnen jullie ook zien. Dit is het hoofd. Kan je zien. En dit zijn natuurlijk hele mooie bloemmotieven. Deze Christ komt uit Yogyakarta. Dat is in Indonesië. Hij is heel oud. Heel oud. Het is iets meer dan na Christus. Ik heb hem na laten kijken door een christenman. En die zei, ja, deze Christus is heel oud. Dus wees er maar heel zuinig mee. En waarom is hij paranormaal begaafd? Omdat hij praat tegen mij. Hij maakt contact met de overleden en met de engelen. En hij is van mijn leraar geweest, van David. En ja, toen ik dus met mijn andere Christen bezig was, dat doe ik altijd met de volle maan de Christen verzorgen. Met olie en natuurlijk ook met wierook, een offer brengen aan mijn voorouders. Met rode en witte rozen, koffie en de thee en Indische muziek. Dan gaan de Christen eruit en dan ga ik ze met wierook natuurlijk erlangs en olie. Zo verzorg je de Christ. Maar deze was nog niet bij mij, deze was van David. Ja, en toen zei hij, hé Marijn, ik ben wezen logeren een keer bij jou. Maar ik wil naar je toe, ik wil bij je zijn. Christen kiezen altijd de mensen uit waar ze graag willen zijn. Anders gaat het niet goed. Als je de verkeerde Christ hebt, ja, dan gaan ze tikken en al die dingen meer. Deze Christ wou naar mij. Dus de volgende dag, toevallig dan, kwam David, we gingen mensen healen. Nou, hij vertelde ik dat zo. En zei, weet jij dat? En zei, hoezo weet ik dat? Hij praat naar mij en hij zegt dat hij naar mij toe wil komen. Hij zei, dat klopt maar één, want ik wil hem verkopen. Ik zei, verkopen? Een paranormaal Christ die praat en met engelen en allemaal veren ziet als ik hem bij mijn handen heb. Die komen dan tevoorschijn, die veren waren gewoon in de badkamer en dan op de grond. Ik denk, deze Christ werkt dus met engelen, want engelen hebben witte veren. Als je een witte veer vindt, neem hem mee en leg het hier op tafel. Dus zo kreeg ik dus deze Chris van David. Ik heb hem overgenomen. En ik heb hem al heel veel. Maar Chantal zegt, goedemorgen Ineke Petersen. Chantal, oude Lansink, zegt, ik begrijp je Maureen. Je moet verder in je leven. Je moet er niet in blijven hangen in de dood van iemand. Rouwen, dat doet iedereen. Maar daarna moet je verder. Dankjewel Chantal. Ik heb helemaal gelijk. Ik zal deze Chris even openen. En dat doen we op een speciale manier. Ik zet gewoon de voorkant. Het is de voorkant. Je ziet er gewoon dat hier nog hout is. En de achterkant is gewoon glad. Dat is het huis van de Chris. En aan de achterkant zie je ook nog hier ook wat bloemen van de Chris. En verder is het net of het een boot is. Dat loopt helemaal naar boven. Ik doe even Jip en Janneke taal. Want Indische mensen weten dat beter natuurlijk. En benaming ook. Maar ik ga hem even openmaken voor jullie. Dan kunnen jullie ook zien waarom hij paranormaal begaafd is. En ook met engelen praat. Ik ga eventjes met toespreken of hij naar buiten. Hij wil heel graag, maar hij zit al los. Kijk. Ja.
Ik begroet altijd de Chris en vraag of hij uit zijn huis wil gaan. Net zoals jullie zien, zijn hier heel veel bochten. Dus zo is hij ingesmeden door de smid van de Chrissen. En ik ga even met jullie samen tellen, want als ik ga werken, hou ik hem zo vast. Dit is de neus van Ganesha, zo noemen ze dat. Het heeft ook een andere benaming, maar omdat jullie dat beter kunnen begrijpen, zeg ik op een andere wijze, op de Nederlands wijze. En op zijn Indisch wijze, want dan ga ik Indisch praten. En dat begrijpt niet iedereen. Ik ga met jullie even samen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is namelijk het getal wat spiritueel is. Dat weet iedereen. En hij ruikt ook heel lekker. En als je de binnenkant van de Chrissy ziet, zet ook heel mooie tekeningen. Ik hoop dat jullie het een beetje zien. Die zijn allemaal mooie tekeningen. En ja, ook omdat ik de Christenhoek van David overneem, heeft David gezegd, hou hem 3 dagen op je nachtkastje. En 3 nachten. En ga alle letters wat je doorkrijgt opschrijven. En uit die letters komt dan ook een naam, dus een woordpuzzel. Moet je maken. En toen kwam die fase uit. En die fase betekent het goddelijke. Nou, dat klopt precies bij die Chris. Dus deze Chris heet die fase. Elke Chris heeft een naam. Bijvoorbeeld mijn grote Chris van mijn moeder heet Siva. Dat is ook het goddelijke van iedereen van India en Indonesië. Siva is een god. En dan hebben we nog de krachtige Chris die aards is. En die is Besar Kuning. Besar betekent groot. En Kuning betekent geel. Dus dat is dan de Chris. En deze Chris praat dus met de engelen. En hij geeft me ook kracht, want mijn handen zijn al helemaal rood geworden. Dat kunnen jullie net niet zien, natuurlijk. Maar ik voel de kracht van die Chris. Hey Sil, goedemorgen. En dankjewel dat je het gedeeld hebt. Dankjewel, lieverd. En natuurlijk hebben we natuurlijk allemaal een DNA. En natuurlijk, met de engelen hebben we natuurlijk ook een beschermlaag. Een DNA zit ook aan je vingertoppen. Je vingertoppen hebben DNA. Dus de lichtcode is je DNA van de engelen. Stel dat je ziet, een vingerafdruk heeft, zie je hoe dat eruit ziet. Een mens die lichtcodes creëren en doorgeven. Zo'n lichtcode kun je zien, een uniek weergave van wie je bent en lezen als een code de boodschap die in ze draagt over jouw missie in dit leven. Iedereen heeft een missie in dit leven. Ik heb ook een missie, ik ben een mensenmens. Ik ben medium, ik werk voor de toekomst, ik ben healer en natuurlijk zit ook in de uitvaart. Iedereen heeft een missie en als je dan ouder wordt denk je van ja. Dit is mijn passie, dit doe ik ook met passie. En iedereen heeft in dit leven een unieke lichtcode. Die zit rechtstreeks met je onderbewuste en brengt waarin verborgen is naar de oppervlakte. Ik heb even wat kriebels bij elkaar geplakt. En het beste wat mensen nemen in de meditatie is al licht. Patronen en vormen waar dit ook een subtiel vorm van lichtcodering is. Een laaggedrempel manier om lichtcodes te werken is wat jij in kleur en vorm waarneemt. Is het teken, wat roept die vorm associatief bij je op? En welke gevoel spiegelt het? Welke boodschap komt dan in je gevoel naar boven? Stel je voor, je bent stil, je maakt contact met de engelen, je doet je ogen dicht, wat voor kleuren zie je dan? Ik wil het ook van jullie weten. Stel je voor dat je in de meditatie gaat met de engelen. Om contact te leggen met hun. Om liefde te vragen en kracht. En natuurlijk ook, ja, alles wat je wil vragen mag altijd. Als jij even de weg kwijt bent. Of je voelt je dan ook niet lekker. Heb je net iemand verloren in de uitvaart, in het dierbare. Praat met de engelen, ze zijn er voor jou. Ze zijn er echt voor jou. Dat is juist zo belangrijk. Dan ga je in die meditatie zitten.
En ga dan kijken wat voor kleur je krijgt. Ik wil dat ook aan jullie vragen. Jacob, Chantal, Marie-José, Edwin. Wat zijn jouw kleuren? José en Marielle. Als jij gaat contact maken met de engelen. Je gaat in een meditatie en je doet je ogen dicht. Dan zie je meestal kleuren. En vooral als je met die engelen aan de gang gaat. Dan zijn ze voor. Dus laat me even weten op de screen van Facebook van Dit Mijn Toekomst. Als jij je ogen dicht doet, probeer het maar. Je praat nu met de engelen. Wat voor kleuren komt het bij je op? Probeer het maar. Ik wil het wel even van jullie weten. Wat voor kleuren komt nu bij je op? Doe je ogen dicht. Maak contact met boven. Wees stil. Ga de noot in de piramide zitten met licht. En praat met ze. Wat voor kleuren zie je? Meestal is mijn kleur blauw. De kleur van de communicatie. En paars is natuurlijk het spirituele. Maria José, dankjewel. Regenboogkleuren. Ja, geel is voor je gevoel. Weet je, groen is vrijheid. En natuurlijk ook rood of roze van de regenboog. Is natuurlijk het paranormale kleur. Dankjewel. Geel en wit, zeg je ook op. Wit is echt het licht. Licht van de piramide waar je in zit. Waar je ook altijd moet beschermen moet vragen. Ik zeg altijd, bescherm je altijd voor alles wat buiten is. En ga in die piramide zitten voordat je naar buiten gaat. En vraag om de engelen om je kracht om naar buiten te gaan. Aantal ouder dan ik. Ik heb geprobeerd, even niks, Marijn. Ik heb de griep, lukt me niet. Probeer het straks nog een keer, schat. En ja, vraag even om kracht. Want als je de griep hebt, ik ben, mijn oren zitten dicht, dus ik hoor ook niet zoveel. Maar weet je, als je de griep hebt, heeft dat een hele lange naloop. Je kan heel verkouden blijven, kan blijven hoesten. En je kan ook je oren dichtklappen. Dat is niet fijn, maar dat zijn een beetje de symptomen van de griep. Sandra, bril, dat heb je natuurlijk als je ouder wordt, hè? Sandra van Haasvelde, blauw. Blauw is de kleur van communicatie. Ga praten met de engelen en ga die kleur naar je toe trekken. En wees stil, wees stil. Ga in die piramide van het licht zitten. Dat is heel mooi. En Chantal, als je een beetje griep hebt, probeer dan ook een andere keer. Jacob, geel en wit en Magda. Stoop, goeiemorgen. En natuurlijk, als je de liefde hebt en je weet wel wie je bent, dat je met de liefde de mensen gaat delen, is de liefde voor jezelf. Dat heb ik net al gezegd. Dan kan je pas delen. En werk je met de engelen, krijg je namelijk ook bepaalde uitstraling. Het is, mensen blijf je dan aankijken. En weet je, het is heel belangrijk dat jij de liefde in jezelf hebt. Hier in je hart. Want als je naar boven gaat ooit en je bent hier klaar op deze aarde, is er leerschool. En daarboven is thuiskomen. Is thuiskomen voor andere mensen die overlijden. Wij hebben hier beneden verdriet en hun hebben feest. Want er komt iemand thuis. En ik heb ook wel eens gedroomd en dat ik mijn moeder zag. En die was aan het koken daar boven. Ik zeg, hé mam, waarom kook jij hierboven? Ik reis altijd in mijn dromen. En dan zit ik gewoon daarboven. Ik zeg, dat weet je toch maar één. Dat weet je, je papa komt boven. Ik zeg, ja, we zitten met lekker Indisch aan het koken. Ja, daar houdt je papa van. Hè? Ja, ik zeg, dat is waar. Dus zij vieren feest als hier beneden iemand vertrekt. Wij hebben intens verdriet omdat we iemand moeten loslaten. Maar weet gewoon dat ze er altijd bij zijn.
Deze verpakking laat je achter. Die ligt in de kist. Ze staat ernaast. Ze zitten niet meer in dit lichaam. Dit is een verpakking. We staan er altijd naast. En de engelen gaan altijd met hun mee. En een gids. Ze mogen altijd nog eventjes hier beneden blijven. Kijk wat Chantal zegt. Goedemorgen. Ik heb maandag in de nacht wel gedaan met veel kleuren. En ik had de arm van mijn vriend nog vastgehouden. Ik kreeg het heel zwaar van binnen van mijn vriend. Wauw. Probeer het een beetje los te laten, anders word je ziek, hè, lieve Chantal. Fabiola, goedemorgen. Leuk dat je meekijkt. Goedemorgen, Magda Stoop. En een kopje koffie en familie van Dit Mijn Toekomst. Ja, een beschermelaar. Iemand die straalt. Het valt meteen op. Net zoals iemand die een zware wolk om zich heen heeft, die kijkt altijd boos. Als iemand straalt, dan hebben ze daar ook een heel mooi gezicht. En dan kijken mensen ook altijd naar jou en ze lachen naar je. Ik lach altijd. Ik heb altijd deze lach op mijn gezicht. In de uitvaart ben ik een beetje ernstig, dan lach ik ook niet. Want dat is gewoon iets wat je moet voelen. En de beschermlaag, iemand die straalt, dat valt meteen op. Net zoals iemand die een zware wolk om zich heen heeft. Dat is natuurlijk negativiteit of zorgen. Of dat ze even die dag niet lekker in een vel zitten. Ga maar proberen om het te zien aan iemand in de kas op de, weet je, als je in de supermarkt staat bij de kas en het duurt lang, ga naar die mensen kijken. Wat voor gezichten hebben ze? En ga dan ook voelen, hé, jij bent vandaag niet lekker in je vel. En dan kun je ook al zien dat ze de wenkbrauwen helemaal zo hebben staan. En anderen lachen. En dan kan je zien dat die dan wel goed in de vel zitten. Dus iemand die straalt, het valt meteen op. Net zoals iemand die een zware wolk om zich heen hangt. Als jij de energie van anderen kan voelen, net zoals ik, dat je erop gaat trainen. Er is wat gezegd dat ieder mens omringd wordt door een energieveld. Uniek, persoonlijk, altijd in veranderingen. Dat energielichaam wordt ook wel de aura genoemd. Die ga ik dan een ander keertje over hebben. Dat is ook heel belangrijk. De aura heeft iedereen. Het zit heel dicht bij je en je kan het voelen. Als je dichter met je hand op je gezicht komt, of je lichaam, dan voel je ook je eigen aura. En mijn handen zijn nu rood. Want ik heb nu heel veel kracht, ook door mijn Christ en de engelen, waar ik mee bezig ben. En als je dat energielichaam, wordt ook wel de aura genoemd, als je je ogen sluit en aandacht er naartoe laat gaan, kun je het misschien wel waarnemen. Ligt het dicht op je huid of is de ruimte, is het vol of juist, heel of dun? Heeft het een kleur? Zit er openingen in? Wat heeft de invloed op je energieveld? Als je aura open staat, dan moet het dichtgemaakt worden, dan moet het geheeld worden. Hoe komen die energieën anderen dan bij jou binnen? Dus van andere energie kan het naar je toe komen. Dus hou altijd een beetje afstand als je denkt, een beetje negatief mens, die kijkt heel boos, dan doe ik al een stap achteruit. Want ik ga daar niet in die energie zitten. Wat gebeurt er dan? Neem je snel emoties over of heb je meer afstand nodig of wel anders te voelen? Je kunt met je eigen energieveld werken. Er zijn vele manieren waar je op energielichaam zuiver en schoon kan maken. Doe met je handen er langs en gooi het weg. Hup. Je kan het gewoon eraf halen. Zo. Weg al je negativiteit. Want je handen is ook energie van jou. Dus als jij met je handen over je hoofd haalt en dan weghaalt. Huppakee. Dan pak je ook niet de energie van anderen.
bijvoorbeeld door middel van vuur, wind en water en lucht. De gewenste energie geef je ook aan van de vier elementen. Die elementen neem je mee. Ook kan je natuurlijk visualiseren oefeningen doen. Jezelf met puur goudlicht omringen. Dan zet je zo. Zet je gewoon hup, het gouden licht om je heen. Ik ga anders in die piramide zitten. De piramide vul je met wit licht en goud. Goud omheen om te beschermen. Goud van binnen en wit van binnen. Dat is de kleuren van de engelen. Gouden licht omring met je zintuig op het licht afstemmen. Het belangrijkste is, door de middel van zuiver energie en blijf echte de liefde. En de liefde is zo sterk. Als jij de liefde in je hebt, dan is het super sterk. En door alle energievelden heen stralen naar andere mensen, dieren, planten en de aarde. Denk aan wat je meeste lief hebt. En laat de liefde schijnen. En ga je eigen energie, die beschermt je allerbeste door jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Hou van jezelf. Ga je in de spiegel staan, voor de spiegel. Kijk naar jezelf en zeg, goedemorgen, Marijn. En wees dankbaar dat je weer opstaat, dat je er bent. En dat je weer hier staat, waar ik zit, hier. Wees dankbaar wie je bent. Wees dankbaar met de dag. Dat je weer een beetje misschien fluitend door de dag heen gaat. En doe het dag voor dag. En zeg dan ook als je voor de spiegel staat. Hé, ik hou van jou. Met een mooi mens. Je straalt. Dit is mijn straling. Je hebt ook mensen die maskers op hebben. En die denken van, nou, dit is het. Nou, mooi niet, hè? Mensen hebben verschillende maskers. Let op, wat is jouw energie en wat is de energie van een andere? Oké? Okay? Ik zie trouwens dat mijn lieve collega's er ook zijn. En dat is dan, even kijken, René en Antoinette. Ga kijken op optie 1, 0909-8070, optie 1 voor mijn collega's. En ga kijken wat voor expertise ze hebben. En wat wil je aan hun vragen? En ga dan voelen, hoor ze bij mij, bel dan. En mij kan je nog steeds in de uitzending komen. 0909-8070 optie 4. En straks ben ik gewoon online op optie 1 op mijn boxnummer 235. Even kijken wat de mensen zeggen. Ik breng hem wat rust en ik kreeg het heel zwaar. Zou dat kunnen? Dat bedoel ik, we gingen toen slapen. Kijk, Chantal begrijpt het niet zo goed. Ik begrijp, ik breng hem wat rust en ik krijg het heel zwaar. Zou dat kunnen? Dat bedoel ik. Ja, dat is de energie, Chantal. Want ik ben rustig en hij is heel druk. Dus jij brengt eigenlijk, als je het goed leest, breng jij me, geef je hem even rust. Dat hij rustig wordt, want hij is heel druk. Werk met de engelen, Chantal. Ja, ik ben heel rustig en hij is heel druk. Kijk, er zijn allemaal energieën. Als je naast iemand ligt of je gaat in gedachtenkrachten werken, kan ook, hè. Dan geef je hem heel veel liefde en kracht en dan ben je ook rustig. Dus dat is fijn. Je doet het goed, lieve schat. Even kijken. Goedemorgen, Ria. Goedemorgen, Marijn. Ik heb gedroomd dat ik in een workshop voor jou was. Het ging over auto's. Ik moet even lachen. Of auto's. Wauw. Ik hou wel van auto's in mijn toren, maar ik vind het wel grappig. Goedemorgen, Henk. Kijk, goedemorgen, Marijn. Ik heb gedroomd dat ik in een workshop van jou was. Het ging over auto's. Oké. Ik ga weer symbolisch even voor je kijken. Ria, een auto is een voertuig.
Dus je gaat reizen. Dus eigenlijk zit jij in mijn workshop om te reizen en te groeien in spiritualiteit. Auto's en voertuigen die rijden. Kijk, en jij gaat groeien. Dus je gaat gewoon met die auto rijden. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Oh ja, is goed hoor Chantal, ik heb je al begrepen. Ja. Hou ook een beetje energie voor jezelf, hè, lieverd. Ja. Dus de beschermlaag. Ik heb in het begin ook een meditatie met jullie gedaan. En ja, ik ga hem nou nog een keer aan jullie doorvertellen. Maar eerst wil ik nog eventjes over hebben. Jullie weten allemaal wat bergkristallen zijn, hè? Je hebt ze in de steen en ook in een ei. Een ei is gewoon zo rond en daar heb je een bergkristal van. De sterke basis, onzichtbare voor het oog, maar is ook zo belangrijk voor sterke stevige basis in je leven, is je bekkenbodem. Je bekkenbodem zit achter. Je bekkenbodem, je moet altijd inspannen en uit. En daar ga ik altijd ook mee ademen. Kan ook door je voeten heen. Als je gaat ademen door de bekkenbodem, voel je meteen ook de adem van moeder aarde. Dus weet je, je bekkenbodem, die verscholen in het vrouwelijke onderbuik, ligt dit het krachtcentrum. Daar zit ook je kracht. En je bekkenbodem onder in je, ja, belangrijk voor, ik ga het even opnieuw hoor. Sterke basis is onzichtbaar voor het oog, maar belangrijk is de sterke stevige basis in het leven. Dus je bekkenbodem. En je bekkenbodem zit diep verscholen in de vrouwelijke onderbuik, ligt dit krachtcentrum. Zodat zowel het lichamelijke, ook maar voor je emotionele als spirituele welzijn belangrijk zijn. En dat is ook wat je voelt. Met het ontspannen, je onderbuik, kun je beter voelen en te voelen valt. En spiritueel gezien is de bekkenbodem een schatkist vol met spirituele groeikracht. Weten jullie dat wel, of niet? Hey, hi. Selamat pagi, Ibu Marijn. Hey, hi. Goedemorgen. Ja. Selamat pagi. Hi. Slamet pakkie betekent goedemorgen in het Indisch. Leuk dat je er ook bent, hi. We hebben namelijk natuurlijk een groep die werken samen met David, worden we opgeleid en we zijn nog steeds bezig. En deze maand hebben we weer een bijeenkomst met David. David is toen in Indonesië geweest en we hebben een heel grote groep. En we leren heel veel van elkaar. Jacob zegt, wist ik niet van die bekken. Ja, Joke. Dus die bekkenbodem is niet te zien, maar belangrijk voor een stevig, ik ga het nog eens zeggen, een stevig en sterke basis in het leven. Je bekkenbodem, die verscholen in de vrouwelijke onderbuik, ligt dit krachtcentrum als zowel voor je lichaam, maar ook voor emotioneel en spiritueel welzijn belangrijk is. Met het ontspannen en onderbuik kun je beter voelen wat te voelen valt. En spiritueel gezien is de bekkenbodem, ik heb het allemaal op uitgezocht, een schatkist voor met spirituele groeikracht. Wil je met dit werk aan de gang gaan, net zoals iedereen die ook meekijkt, vaak denken we pas aan de bekkenbodem als het een fysiek ongemak optreden en de spieren al te slap of te strak worden ervaren. Dus wees gewoon stabiel. Er zijn hulpmiddelen die je kunnen helpen met bekkenbodem te trainen en soepel te houden. Net als de yogi-ei, dat is die kristallen-ei. Een bergkristal-ei zou bovendien helpen om een helder relatie met je emoties te ontwikkelen. Ontdaan van belast in de vorm van gedachten en overtuigingen. Oefen met de yoni-ei en vraag aandacht en kennis. Informeer je en neem de tijd in deze ontdekkingstocht naar zuiverheid. Wil je straks na de uitzending mij deze vragen nog een keer horen? Wat ik allemaal opgenoemd heb? Bel me dan straks 0909-8070 optie 1, box nummer 235. Kom in de uitzending, kan ook.
Hé, hey, hi. Leuk, zegt hij. Ja. Magda, stop. Jaren problemen met de bekkenbodem. Dus, Magda, ga zitten. Ga naar die bekkenbodem. Dat is je vrouwelijk schoon. Ga niet te strak aanspannen. Ook niet te slap. Probeer het. En misschien kan je twee van die eieren in gedachtenkracht in je handen houden. Niet te strak en niet te slap. Wow. Met liefde. En dan doe je duim naar binnen. En dan ga je in gedachten krijgen. Gedachten krijgen. Krachten. Mijn stem is weg. Ja. Vasthouden. Ga me voelen. Ga me oefenen. Hi. Hey, lieve Sonja Razzot. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En hi. Ik vind het leuk dat je ook kijkt. Dus wees welkom, Slamedatam. Ja, en dan wil ik even nog even, Maureen, liefdevol. Ja, jij ook. Jij bent ook een engel, hè, zoon. Ja. Ik ga de oefening nog een keer met jullie doen, want jullie zijn nou wel weer met meer mensen. Dan ga ik het nog een keer doen. En anders kun je deze stuk natuurlijk ook stokjes weer terugkijken bij Dit Mijn Toekomst. En dan kan je het nog een keer overzien. Ik wil even kijken op de tijd letten. Het is 41. We hebben nog even tijd. Ja, het is zo een beetje laat, maar ik ben er. En ook de groet, alle kijkers begroet ze ook. Ja, dankjewel lieve Sonja. Ik heb toen net een oefening met jullie gedaan. Ik neem even een koffie. Ik pak heel veel emoties bij jullie op. Een slok koffie nemen. Ja, oké. Okay. We hebben hier een oefening. Voel je liefde van de engelen. Voel. Dank je dat je het gedeeld hebt, Son. Schrijf de namen van de 5 tot 7 belangrijkste personen in jouw leven. Bijvoorbeeld kinderen, je moeder, je vriendinnen. Kijk, even wakker zijn. Schrijf die namen op een rij zo. 5 tot 7. Als je de 5 hebt, is het ook goed hoor. Dus als je moeder, je vader, je broers, zus, je vrienden. Dus de belangrijkste personen in jouw leven. Schrijf achter elke naam of eronder wat je een relatie met die persoon hebt. Dus bijvoorbeeld, ik heb dan mijn dochter net genoemd, Denise. Is mijn dochter bijvoorbeeld. Moeder, vriendinnen, kind enzovoort. Dus ik neem nou mijn dochter is mijn kind. Schrijf nu achter elke naam ook weer wat deze naam, deze persoon voor jou betekent. Nou, Denise is mijn alles. Weet je, het is mijn kind, het is liefdevol en ze is voor mij en ik ben er voor haar. Stel jezelf dan de vraag of die liefde die je voor deze persoon voelt, voorwaardelijk is of onvoorwaardelijk. Ziet er weer tiptop uit. Ja, dankjewel, Son. En schrijf bij de namen die je kunt rekenen op jouw onvoorwaardelijke liefde, hoe jij die liefde aan hun hebt laten blijken. Nou, ik heb dus aan mijn dochter altijd onvoorwaardelijk liefde. Ik ben daar, als ze belt, kom ik ook. Mam, wil je oppassen? Als ik kan, hè. Ik heb best een druk leven. Als ik niet hoef te werken in de uitvaart, dan kom ik oppassen. Dus weet je, de liefde aan hun blijken. Probeer goed met je hart te voelen. Waar wil jij staan? En één ding, dat is heel belangrijk, is heb geen medelijden, maar meegedogen. Want als iemand heel verdrietig hebt, je hebt medelijden, dan ga je weer in de energie zitten van het medelijden en verdrietig zijn van diegene. We werken natuurlijk allemaal met energie, hè? En als je in de energie zit van iemand die heel verdrietig is, ja, dan voel je ook die verdriet. Maar je gaat het ook meenemen in je rugzak. Maar je gaat het dragen. Net als ik wat ik ook noemde ook van mijn moeder. Ik voel de pijnen van mijn moeder. Dan ga ik dat in mijn rugzak stoppen en dan ga je je hele leven ermee dragen. Nee, 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 nee.
Het pijn van je moeder is van je moeder. Het is mijn moeder. En dan hoef jij dat niet te dragen als kind. Mijn dochter hoeft ook niet mijn pijn te dragen. Ze heeft haar eigen leven, haar eigen energie. Als jij in de energie, kijk die kant op, daar staat mijn moeders foto trouwens. Als ik haar pijn ga voelen, wat ze allemaal meegemaakt heeft in het leven, is niet fijn. Ze heeft heel veel pijn gehad in haar leven. In ieder geval, van in deze hierheen en al naar vier stoute kinderen die ze zelf ontvoerde, terwijl je dienstmeid had in Indonesië, is heel zwaar. Maar ze blijft altijd mijn moeder. Ze is naar boven en ze is nou mijn gids gewoon, net als mijn vader. Maar ga niet in die pijnen van je ouders zitten wat geweest is. Hup. Je hebt al genoeg aan jezelf. Ga het niet dragen. Even kijken. Zielenliefde. Ja. De engelen beschermen je ook. Vraag. Heb de moed om te vragen waar je naar verlangt. Liefde. Warmte en kracht. Ze zijn er voor jou. Vraag aan de engelen. Net wat ik zei ook, dat ik mijn kristal weer pakt met die vaza. Dan zeg ik, nou, die vaza, mag ik even met je praten? En dan hou ik haar hier tegenaan, tegen mijn derde oog. En dan praat ik met haar. Weet je, dat is gewoon heel belangrijk. Heel belangrijk. Die vaza werkt met engelen en heel veel kracht. Het is een krachtige Christus, is paranormaal. Zoals ik ook net zei. Kijk maar eens. Als ik zo dan werkt. Dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 het getal van paranormaal. Maak contact met de overledenen. En ze praat ook. Tegen mij. Dus als ik wat vraag, geef ze antwoord. En ze wil er altijd uit. Ze wil nooit in het huis zitten. Je hebt ook christen die niet eruit willen. Die blijven dan erin zitten. En ja, die denken ook van, nee, het is te veel negatief om me heen. Ik kom er niet uit. Die blijven zitten. Die krijg je met geen mogelijkheid eruit. Als het goede energie is, dan komen ze vanzelf. Met het begroeten. Ik maak je open. Je bent veilig. En dan gaan ze ook open. Als je niet veilig voelt, of iemand die negatief in de kamer zit, gaan ze echt niet naar buiten. Ze hebben een eigen wil. Ik hoop dat jullie stokjes ook nog wat vragen hebben. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest met de engelen. Dus ga kijken naar die ei van bergkristal voor de sterke basis. In je bekkenbodem. En weet je dat dit ook heel belangrijk is? Hè? Dus als je de liefde hebt en je weet wie je bent, dan je liefde met mensen gaat delen, is liefde voor jezelf. En dan kan je het ook delen. En die durft te wedden dat de mensen op de Facebook van Dit Mijn Toekomst, die delen heel veel met elkaar. We delen natuurlijk. We hebben net Heintje ook in de uitvaart meegemaakt. En ja, we wensen Erik natuurlijk heel veel sterkte. Het is net een week geleden. Ja, en wij delen alles met elkaar. De pijntjes, de dingen die ik ook vertel, worden gewoon gedeeld met de mensen op Facebook. En natuurlijk de mensen op YouTube en internet kijken ook mee. En er zijn meestal ook heel veel Indische mensen. En ik denk dat de groep van de christen waar ik ook mee aan het leren ben met David, die heb ik ook gedeeld. En toen net zag je hij. En dan zegt hij, is een Indische man, hij Hendricks. Ja, Selamat pagi, Ibu Moreen. Ibu betekent vrouw. Selamat pagi betekent goedemorgen, Ibu Moreen. Dus Ibu is Indisch, is vrouw. De goedemorgen, lieve mensen, zegt hij. Leuk dat je erbij was, hi. Goedemorgen, Joost, Min en iedereen. Willen jullie deze uitzending nog terugkijken? Dat kan. Die komt straks weer terug
op onze website van Dit Mijn Toekomst. Sonja, daarom ben je een liefdevolle, prachtige lady. Ja, dankjewel Ibu, Sonja. Ja, we slaan het pagi. Ja, het is belangrijk. Als je de liefde in jezelf hebt, hier in je hart, kan je delen, kan je er ook voor de mensen zijn. En je krijgt ook een hele mooie uitstraling. Heel mooi. En de mensen blijven gewoon naar je kijken. En kinderen kijken dan ook naar je. En die blijven kijken naar je. En die lachen naar je. Want jij hebt een open hartchakra. Als jij een open hartchakra hebt, kunnen de kinderen ook voelen. En die hebben namelijk ook die open hartchakra, omdat ze nog klein zijn. En als je een open hartchakra hebt, dan kan je dat uitstralen. En dan weet je gewoon dat je goed op deze aarde loopt. Natuurlijk heb ik ook een fout. Ja, net zoals ieder mens. Daar ben je mens voor. Je moet leren hier op aarde. En ga anders ook even naar mijn collega's, hè, lieve mensen. 0909-8070 optie 1 voor mijn collega's. Ik ga even proberen te kijken wie het is. Ik ben heel klein. Corrie is er. Rieneke is er. Ik zag toen net René nog. Ga kijken op ons website. Optie 1. Box nummer stokjes 235 ben ik er ook. En dan bel je 0909-8070 optie 1. Ik heb nog 4 minuutjes. Ik weet niet of jullie nog wat te vragen hebben. Denk ook aan die beschermlaag. En ga in de meditatie. Ga in de meditatie en werk dan ook met de engelen. Ja, Sonja zegt ook, ja, dat klopt. Als ik buiten loop, lachten zelfs baby's ook tegen me. Ja, Son. En dan Joosje, het is zo mooi. Kinderen en dieren die je gelijk lief vinden. Heerlijk communicatie. Ja, alles is energie, hè? Alles. Mensen, honden, dieren. Weet je, planten. Alles wat leeft, heeft energie. Mijn planten groeien hier als kool altijd. Af en toe denk ik, nou, doe je even weer buiten. Je gaat mij te hard. Hey Colleen, leuk dat je nog 4 minuutjes bij me bent. Joke Hop, het was een fijne uitzending, Maureen. Dank je wel. Was kort, maar krachtig en weer senang. En leerzaam. Senang is dat blij. Hey Siel, het is zo koud buiten. Ja, ja, het is winterlijk, hè. Ga je omkleden. Winterjassen, handschoenen, sjaal, mutsen. Ja, dan heb je niet koud. Ga vragen en heb de moed om de engelen te vragen. Chantal, alvast bedankt voor je leuke uitzending. Dankjewel lieve Maureen voor dit mooie uurtje en een fijne dag. Voor jullie natuurlijk ook precies hetzelfde. Maar heb de moed om te vragen waar je naar verlangt. Liefde, kracht en natuurlijk warmte. Warmte van de engelen. Verwelkom de engelen door anders stil te zijn. Precies ze misschien niet. De beschermengel is altijd in de buurt. Je kunt altijd om hulp vragen. Het antwoord komt op een voorwaardelijke manier en altijd op de juiste moment. Kijken. Nou, dan stap ik van Henk. Dankjewel Maureen voor de mooie uitzending. Ik luister gewoon even mee via YouTube TV. Helemaal goed, Henk. Dankjewel dat je nog even er bent. Ik moet eens bellen, Maureen. Ja, doe dat, Ria. Carlin, ja. Ik was weer laat. Goedemorgen, lieve Maureen. Hé, hey, Carlin. Is goed, hoor, schat. Josimme. Hi, hoi. Qua lady. Kwijn lieden. Kwijnie. Ja. Sandra van de Haasvelde. Ik krijg allemaal hartjes. Hé, hey, Sandra. Dankjewel. 1 minuut maar, hè? Ik hoor mijn regie. Dit is Naomi. Ik wil jullie ook bedanken voor jullie aandacht, voor het kijken. En natuurlijk op Facebook ook jullie communiceren samen met mij ook erbij. En ik wil jullie vandaag ook een hele mooie dag wensen. En vraag aan die engelen. Oké? Tot de volgende keer. Dat zal wel volgende week zijn. En ik wens jullie een hele mooie dag. En geniet. We gaan even verder kijken naar mijn collega die hier na mij komt. Wees blij.
and how for yourself you had. Okay? Dankjewel.